Yes, ik ben Maras Jamil en ik ben momenteel tweedejaars communicatiestudent aan de Hogeschool Leiden. En ik zelf ben ook in Leiden geboren, dus een echte Leidenaar. Dat is ook mooi. En samen organiseer ik met deze twee lieftallige meiden naast mijn Goede Doelen evenement voor MIFA. En daar vertellen we u zo, daar vertellen we jou zo alles over. Mooi. En Floor, jij zit in het midden? Ja, ik ben Floor. Ik ben ook tweedejaars communicatiestudent. En ik help ook mee met het organiseren van het evenement. Nou, dan moet de derde dame wel Jessica zijn. Jessica, goedenavond. Goedenavond. Ja, klopt. Ik ben Jessica en ik ben net zoals deze twee ook communicatiestudent, tweede jaar. En ik kom uit Leiderdorp, dus niet uit Leiden. En ik help ook mee met organiseren van dit fantastische evenement. Nou ben ik wel benieuwd, Jessica. Wat gaan jullie organiseren? Jullie hebben van school een opdracht gekregen. Hoe is die opdracht? Nou, we hebben een opdracht gekregen een evenement te organiseren. En we doen dit jaar voor MIFA. En in het bijzonder voor Albert. Wat is MIFA? MIFA staat voor Missie Vervoersmiddelen Actie. En zij zorgen voor vervoers- en communicatiemiddelen in landen zoals Afrika en Azië en Latijns-Amerika. En daar zetten zij zich voor in. En daar helpen wij mee. Jullie hebben van school die opdracht gekregen. En Floor, dan wil ik van jou eens weten, hoe gaat dat dan? Heb je dan een hele lijst van goede doelen waar je uit mag kiezen? Of hebben jullie dit toegewezen gekregen? Of kennen jullie iemand die toevallig al werk in Afrika doet? Dan kon je dat mooi gebruiken. Nee, dit is een initiatief van Hogeschool Leiden. Zij werken samen met MIFA om dit te doen. En wij zijn ook samen met onze medestudenten naar het hoofdkantoor van MIFA gegaan. En daar hebben we Albert eigenlijk leren kennen via een filmpje. Dan hebben ze dat ons laten zien. Wie is Albert? Albert was een pionier in Zimbabwe. Dat is een sociale werker. En hij helpt gehandicapte kinderen om terug te komen in de maatschappij. En dat doet hij door bijvoorbeeld te zorgen dat scholen weer toegankelijk zijn. En dat zij een eigen inkomen kunnen creëren. En daar moet MIFA bij helpen. Want in Zimbabwe zijn de wegen erg slecht. En voor MIFA, voor Albert is het moeilijk om al die kinderen te kunnen bereiken. Omdat de afstanden ook groot zijn. En als wij voor hem een auto bij elkaar kunnen sparen, kan hij veel meer kinderen helpen. Meras, hoe gaan jullie dat doen? Want een auto bij elkaar sparen is niet makkelijk. Nee, dat krijg je niet 1, 2, 3 voor elkaar. Zoals je zegt. Maar als initiatief hebben wij dus een Goede Doelen evenement georganiseerd. En dat is specifiek een bingo. Met de naam Mutambo for Charity. Mutambo, wat betekent dat? Is dat Afrikaans? Ja, dat is Afrikaans. En letterlijke vertaling is Mutambo betekent spelen. For charity, voor het goede doel. Dus om het zo te zeggen, spelen voor het goede doel. En daarbij gezegd, we organiseren een bingo. Een benefiet bingo middag, om het zo te zeggen. Met entertainment en alles. Hapjes, drankjes. Dus het belooft wel echt een leuke middag te worden. Nou Jessica, wanneer is die bingo? 11 november van 2 tot 6 in De Burgt bij de tuinzaal. Oké, 11 november. Even kijken, wat voor dag is dat ook alweer? Op een zondag. Op zondag. Dus zondagmiddag kan je naar de Burgt gaan en dan kan je meedoen aan de bingo. Wat kost dat? €16 per kaartje online en aan de deur is het kaartje €20. Wat krijg je daar dan voor? Eén gratis drankje en een bingo kaart waarmee je prijzen kan winnen. En volgens mij wil je buurvrouw nog iets duidelijk maken dat je nog meer krijgt. Ja, en je krijgt er de hele avond lekkere hapjes bij. Nou, dat is wel leuk. Zijn dat dan ook Afrikaanse hapjes of gewoon bitterballen en frikandellen? Allebei. Oh. Dus voor ieder wat wils. Oh, dat is wel leuk. Nou, wat toch bij jou zijn. Wat kan je allemaal winnen met de bingo? Nou, wij hebben hele mooie prijzen. We hebben als hoofdprijs hebben we een overnachting. In een 5-sterrenhotel. En waar? In Zimbabwe? Nee, dat is niet in Zimbabwe. Ik spring even in. Het hotel dat deze bijdrage heeft geleverd is, komt uit Noordwijk. En dat is Grand Hotel Huisterduin. Zo. Hele mooie, chique hotel om het zo te zeggen. Dus, dat is zeker waar. Ja, we waarderen hun bijdrage zeker. En ik heb dat kunnen regelen omdat ik daar af en toe werk. Ik sta daar op de vloer. En ik had goede contacten met de directeur. Dus ik ben blij dat ze een bijdrage hebben kunnen leveren. Zeker. Dat is inclusief ontbijt om het te zeggen. Dus een echte hoofdprijs. Ze kunnen jou ook bellen als ze gewoon willen boeken. Als ze niet gewonnen hebben, ik hoor het al. Dat is hartstikke leuk. En wat nog meer? Want met de prijzen gaan we natuurlijk mensen lokken, hè? Ja, nou, we hebben het ook voor elkaar gekregen om een Nintendo 2DS XL met een Mario-spel erbij te krijgen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En voor de rest hebben we nog veel meer prijzen. We hebben een prijzenpot van rond de €1500. Allemaal gesponsord door winkels in Leiden en omstreken. Nou Jessica, dat is toch geen geld voor €15?
Ja, dat is toch eigenlijk niks. Nee, ik kan me niet voorstellen dat je niet meedoet. Zijn er ook nog andere dingen te doen? Of gaan we echt de hele middag zitten bingoën? Nou, we hebben niet alleen een bingo. We hebben ook nog een quiz. Dat gaat over MIFA en over Zimbabwe. En er is Afrikaans entertainment. We hebben een zangeres, Chimene heet ze. Die gaat met haar gitarist fantastische liedjes zingen. En er komt ook nog een djembe-band genaamd Ataya. Die komt ook voor ons optreden. Zo. Hoeveel geld willen jullie ophalen zodat Albert een autootje kan krijgen? Nou, het doel is om in totaal, tenminste, 1.000 euro is de eis vanuit school, om het zo te zeggen. Maar dat vinden wij een beetje laag naar ons mening. Dus we gaan er wel voor zorgen dat dit veel meer kan zijn. En in principe, als we rond de 2.000 euro ophalen, dan zorgen we ervoor dat die auto er is. Want dit doen we namelijk met meerdere groepjes. Dus als elk groepje ongeveer 2000 euro ophaalt, kunnen we een mooie auto voor Albert aanschaffen. En dat zou wel heel leuk zijn. Hoeveel groepjes zijn er? Er zijn in totaal 7 groepjes. Dus dan moet je denken aan een bedrag van 14.000 euro in totaal. Dus dit is wel echt een auto die veel kan, veel opties heeft. En die heeft Albert ook echt nodig in een land als Zimbabwe. Hebben jullie Albert al ontmoet eigenlijk? Nee, we hebben hem helaas niet ontmoet. We hebben hem via een filmpje kunnen ontmoeten. Er was geen wederzijds communicatie. Dat was wel jammer, maar je hebt wel gecontroleerd of hij wel echt is. Want op tv hoor je dat natuurlijk wel eens van die oplichters in Afrika. Dit is echt. Ja, dit was een echt iemand. En MIFA, het goede doel, heeft nauwe contacten met Albert. Ze gaan regelmatig ook naar Zimbabwe om met hem te praten. Te kijken wat hij ook echt precies doet. En hoe zijn werk in praktijk gaat. En in dit filmpje heeft hij ons zichzelf voorgesteld. En goed uitgelegd wat het project inhoudt waar we ons mee bezig gaan houden. Oké, nou, afsluitend, nog één keer. Jessica, wanneer is het? Wat kost het en wat moet je doen om er naartoe te gaan? Zondag 11 november van 2 tot 6 is het. Een kaartje kost 16 euro en die kan je aanschaffen via de Facebook. Daar staat een link en dan kan je een kaartje kopen. En ik zou zeggen, allemaal zeker komen. Wat is het adres van de Facebookpagina? facebook.com/mutambo4charity.